Vandaag zijn we met vrijwilligers en buurtbewoners 10 voortuinen aan het ontharden. Dat wil zeggen stenen uit de grond, aarde erin en daarna weer planten. De stad is eigenlijk te veel verhard en door die verharding spoelt het water weg, kan het niet in de grond dringen. En tijdens de zomer warmt de stad ook heel veel op. En dus door die verharding weg te nemen en er opnieuw planten in de grond te zetten, gaan we dat effect tegen. Vandaag zijn we hier met verschillende groepen mensen. Enerzijds de bewoners zelf, die zelf hun voortuin onthard willen zien. Dan de vrijwilligers van Gents Milieufront. We zijn met een 15-tal. En er is ook een tuinman aanwezig. En die geeft informatie over alle planten en zorgt dat de planten goed op hun plaats komen. Dat er juist geplant wordt op de juiste plaats. Je moet een keuze gaan maken in plantgoed. Dan ga je eerst kijken naar lichtinval en naar grondsoort. Want dat zijn de belangrijkste factoren waarop dat je plantenkeuze gaat bepalen. Daarin is gekozen voor inheemse planten, planten met een zo groot mogelijk bloeivenster, dat er zo lang mogelijk doorheen het jaar bloei is, dat de meerwaarde van de beplanting niet alleen zit in het ontharden, maar dat de planten zelf ook nog een ecologische meerwaarde bieden. Natuurlijk een symbolisch project, het is maar één straat. Maar ja, het is een belangrijk signaal naar andere wijken, naar andere straten toe en vooral ook naar de stad toe. Er wordt veel gesproken van de betonstop en minder stenen en meer planten. Maar er gebeurt effectief niet zo heel veel. Integendeel, er wordt nog alsmaar heel veel verhard. En met die initiatieven willen wij ook tonen dat er mogelijkheden zijn en dat burgers en mensen daar enthousiast over zijn.